Hallo, we praten met Anja Schrik, die heel erg bezig is met textielkunst, maar ook met het verven van allerlei spullen. Anja, wat doe jij zoal met het verven van textiel? Nou, ik verf wol, maar ook katoen, linnen, met natuurlijke kleurstoffen. Voor een deel oogst ik ze uit mijn tuin, voor een deel koop ik ze. En dan heb ik heel veel verschillende soorten recepten, waarmee je dus met bijvoorbeeld alleen met schildkruis, roze, paars en rood kan verven. Ja. En dat het dan mooie kleuren worden. Kan je wat laten zien? Nou, wat je hier ziet zijn foto's waar ik een natuurlijke kleurstof aan het winnen ben. Want ik wilde ook graag in beeld vastleggen hoe eigenlijk het winnen van kleurstoffen kan. Die beelden op zich vond ik al zo mooi dat ik daar een fotoserie van heb gemaakt. Ja, dat zijn kunstwerken op zich, hè? Ja, precies. Dit is een salieblaadje en dan enorm uitvergroot en dan kun je het uiteindelijk groen mee gaan verven. Wat spannend. En wat is dit? Dat is een Coreopsis en daar heb ik nu ontzettend mooie gele bloemen in geverfd. Coreopsis, is dat een plant of een verfplant? Oké. Okay. Ja, hier zitten bloemblaadjes enorm uitvergroot. Ja, ja. En als dat dan geverfd is, wat komt er dan, hoe zien dat soort dingen er dan uit met natuurlijke kleurstoffen? Nou, deze is net zo geel als wat je nu ziet. De wol is net zo geel. Oké, okay, ja. En dat groen, dat... Die wordt een beetje olijfgroen, zoals de lijst van de foto op dit moment is. Mooi hoor. En hiernaast zie ik dan nog andere werkstukken van jou. Ja, dit is het veldwerk. Dit zijn dan de schapenkleuren die je nu in beeld ziet. En de lijst is dan geverfd met aardepigmenten. En de werken daarnaast zijn allemaal met indigo geverfd. En dan ingevuld. Ik bedoel, eerst geverfd en indigo kuiken met verschillende recepten. En dan krijg je verschillende tinten. Zo, ja, ja. En jij verft echt alles natuurlijk, hè? Ja, perfect. Alles natuurlijk, ja. Dan moet je daar wel veel van afweten, van de mogelijkheden. En doen, het zijn natuurlijk wel hele oude recepten, hè. Van voor 1900 werd er niet anders geverfd dan met natuurlijke kleurstof. Dus bijvoorbeeld in de Biep in Tilburg, in het Textielmuseum, kun je heel veel van dat soort dingen ook terugvinden. Het is eigenlijk gewoon oude kennis die een beetje vergeten is geraakt. Ja. En jij haalt hem weer naar boven? Ja. Ik zag dat je ook een boek hebt gemaakt. Ja. Daar leg ik ook allerlei manieren uit van verven met natuurlijke kleurstoffen. Dus ook in een potje dat je ermee kan zeefdrukken. Dat zie je hier bijvoorbeeld ook liggen. Dat is dan met schildluizen verven, zeefdrukjes. Ja. Dus je kunt niet alleen in een pan verven, maar je kunt ook verfextracten maken. Ja, dat kan je ook. Maar dat zijn de cochenille. Ja, dat zijn de cochenille. Dus ja, 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 ja. Nou, hartstikke spannend. Ja. Mensen die jou willen vinden, voor verf of voor andere zaken. info@veldwerkplaats.nl Okay. En ook op Facebook Anja Schrik. Nou, gaat lukken. Dankjewel voor de informatie. Ja, veel plezier. Ja, oké. Okay.